Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag weer City Skylines. Vandaag neem ik op met een nieuw opnameprogramma, dus het kan zijn dat er wat dingen verkeerd staan. En het kan natuurlijk ook bij andere video's zo zijn, dat weet ik niet zeker. Verder heb ik wat nieuwe leuke dingetjes bij City Skylines geïnstalleerd, waaronder een aantal leuke mods waardoor ik het verkeer kan regelen. Bijvoorbeeld dit, ik ga het nu eens even laten zien. Ik ga dit doen en dan zetten we eens even kijken wat is een leuk kruispunt hier. Nou, alles staat nu op rood zoals jullie kunnen zien. Van dichterbij ga ik het geluid ietsje zachter zetten. Anders is het wel erg hard het geluid. En op dit moment staat alles zoals jullie kunnen zien op rood. Zo. Niemand mag erin. Pas als ik zeg dat ze mogen lopen, mogen ze van mij lopen. Nou, dan komt hij aan. En lopen. Of rijden. Stop. En rijden. En zo ga ik dat dus vertalen, of kan ik vertalen als ik wil. Niet alleen City Skylines normaal spelen, maar ik kan ook gewoon lekker elders laten rijden en noem het maar op. Oh, voetgangers en dat gaat allemaal automatisch. En zo kan ik eigenlijk alles veranderen wat ik wil veranderen. Kijk, zo hebben we dan dit hier zo. Zo kan ik ook zeggen dat alles naar rechts mag rijden. Dus even kijken of het goed komt. Door alles naar rechts mocht rijden. Jongens, ik zei alleen alles wat naar rechts. Oké, weet je, ik zet gewoon alles aan wat jullie willen. Here we go. Gaat het goed komen? Ik zou het niet weten. Ik wens er heel veel plezier mee. Zo kan ik ook in één keer al het drukke verkeer weghalen. En zo kan ik van alles en nog wat, ja, weet ik het allemaal doen. Maar het zijn wel leuke dingetjes die ik heb kunnen toevoegen. Zo kan ik wel ook weer stoplichten ergens plaatsen, hoe je het ook wilt noemen. En dat geldt natuurlijk voor de drukkere wegen. Ik zie trouwens dat het hier nergens meer auto's rijden ofzo. Waar zijn alle auto's naartoe? Oh, daar rij je er weer. Oh, dus voor op het moment dat het super druk is, dan kan dat in één keer ofzo. Verder heb ik nog iets nieuws. Dat haalt alle oude gebouwen weg wat leeg staan. Zodat ik daar zelf niet meer op hoef te letten. En wat ik natuurlijk nu ga doen, is onze stad proberen up te graden. We gaan eens even kijken. Zo zie ik dat hier bijvoorbeeld, dat ze nog niet helemaal blij zijn. Dus we gaan hier eens even een voetbalveld aanleggen. Zo, dan kunnen de mensen gaan voetballen als ze er zin in hebben. Zo, speciaal voor jullie een voetbalveldje. We maken natuurlijk een schaatsbaan erbij, ook altijd leuk. Verder doen we nog, volgens mij een bibliotheek is dit. Heb ik nog genoeg geld? Ach, ik heb meer dan genoeg geld op dit moment. En doen we daar dan nog eentje. En wat ga ik meer doen is even kijken, een zwembad. Nou, dan bouwen we hier ergens een zwembad, ik weet niet waar. Ah, daar zo. Hopsakadee. Nou, zwembad is ook gebouwd. Even kijken, gaat het helemaal goed? Ja, dit gaat op dit moment goed en alles is blauw. Of ja, een paar dingetjes zijn lichtgroen. Maar dat vind ik helemaal geen ramp, want lichtgroen dat is op zich ook nog redelijk goed. Wel zie ik dat ik in de min ga met mijn geld. Dat is weer niet goed. Dus daar hebben we natuurlijk een oplossing voor. Ik heb al een klein beetje gekeken hoe dit werkte. En wat ik nu ga doen is, ik ga een aantal lijnen sluiten. Ik sluit even alle lijnen gewoon. Bijna alle lijnen. Ik sluit hem. Rijdt er nog maar één lijn, die heeft 10 stops, dus dat komt helemaal goed. Die rijdt namelijk door de hele stad heen, zoals jullie kunnen zien. Of konden zien. Dat is de paarse lijn, dacht ik. En dan kan ik ook bij bussen doen, kan ik gewoon zeggen van, ah, ik wil een lijn minder of meer, of noem het maar op. Eens even kijken, wat hebben we hier nog nodig? Ik zie dat hier heel veel mensen zijn gestorven, dus wat ik even wil hebben is... deze. En die zetten we hier gewoon even aan de zijkant van de stad neer. Zo, klaar. En dat doen we voor dit. En dat doen we hier. Dat doen we daar. En dat doen we nergens anders, want verder is het niet nodig zo te zien. Hoop ik dan dat het niet nodig is. Bewijs maar dat het niet nodig is, dan ben ik helemaal blij. Eens even kijken, want op dit moment gaan we dik in de min en dat is natuurlijk niet de bedoeling van onze stad. We willen natuurlijk wel een beetje in de plus gaan, maar hoe we in de plus gaan komen, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik wil even kijken hoe het met het onderwijs is. Onderwijs is redelijk over het algemeen, maar nog niet dat je zegt van wauw, super.
Dat betekent dat we hier gewoon even onderwijs gaan neerzetten. En we zetten even een kleiner onderwijs hier aan deze kant neer. Waardoor we gewoon in principe de mensen wel moeten gaan kunnen studeren. Even kijken, zetten we deze daar neer. Zo, klaar. Nou, de mensen vinden dat wel leuk blijkbaar, heel veel scholen. Dus dat vind ik geen ramp dat ik die heb kunnen aanleggen. Wat ik nu verder ga aanleggen, dat is even kijken. Dat is een hele goeie. Ik wil even kijken wat dit voor een weg is. Dat gaan we gewoon hier zo testen. Even kijken, dan leggen we hier gewoon zo'n weg neer. Ik vind het wel grappig, een hele rare weg is het. Maar volgens mij wel een hele handige weg. Oh, ik heb niet meer genoeg geld. Oh, dat is niet goed. We moeten natuurlijk wel weer in de plus gaan komen. Hoe gaan we dat doen? We gaan even kijken. Take, pay en take. Oké, zo. Doen we dit. Nou, wat we vervolgens gaan doen is even kijken. We leggen natuurlijk diezelfde weg aan. Want daar waren we natuurlijk nu mee bezig op dit moment. En dan bouwen we misschien even een brug of zo. Mag ik? Ik weet niet eens of ik hier een brug mee mag bouwen. Nou, weet je, we sluiten hier erop aan. Zo. En sluiten daar zo weg aan. En dan gaan we hier natuurlijk even wat leuke huisjes neerzetten. Hoeven niet van die hele hoge huizen van mij te zijn. Want ja, die hebben toch meer dan genoeg. Ik hou toch wel een beetje van het knussen. En dan een beetje villa's en noem het maar op. Ik vind dat een stuk leuker, ook in de stad natuurlijk. Dus vandaar dat we dat gaan doen. Even kijken, hier zo, dit is bijna klaar, zo te zien. Dit gaat helemaal goed. En dan hebben we hier nog een beetje nodig. Zo, 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 en zo. Nou, jongens. Ik hoop dat jullie volop gaan genieten van deze stad. Ik hoop het nogmaals, want ik weet het nooit wat ze leuk vinden. En dan zetten we hier nog eentje erin. En dan zetten we er hier nog eentje in. En dan gaat het helemaal goed komen zo te zien. En die sluiten we gewoon aan. Zo, klaar. Zo, meer hoef ik ook niet te doen. Wat ik misschien eventueel wel kan doen is ervoor zorgen dat er daar meer mensen willen komen te wonen. Verder gaan moet ik nog heel even kijken wat ik allemaal nog kan bouwen en noem het maar op. Even kijken. Wanneer kunnen we deze eigenlijk? Bij 36.000 inwoners. Voorlopig zijn we daar nog niet. En eens even kijken wat we hier allemaal nog moeten bouwen. Of ja, moeten helemaal niks natuurlijk. Eens even kijken. Dit is een hele goeie. Wat ga ik hiermee doen? Wat ik sowieso even wil gaan doen is een busstation hier gaan neerzetten, denk ik. Hoewel, we hebben wel een busstation al. Dus dat is eigenlijk, we moeten al genoeg zijn. Hebben we hier iets leuks wat we hier kunnen gaan bouwen? Zou natuurlijk wel mooi zijn. Kijk. Tadaam. Dit is wel een mooi iets. En dit is wel een heel mega iets. Maar die zijn ook mega duur. Voorlopig heb ik toch geld niet, dus voorlopig gaan we daar ook niet aan beginnen. Nou, wat ik wel wil gaan gokken is even kijken of ik nog ergens een locatie daarvoor heb. Ik weet natuurlijk niet zeker. Even kijken. Heb ik ergens een locatie waar ik een treinspoor nog kan leggen? Ja, hier zo. Nou, dan gaan we het eens even gokken, jongens. We gaan even kijken. Nou, eerst een weg aanleggen. Nou, leggen we die nieuwe weg aan. Ik vind het wel leuk, die nieuwe weg. Daarom gebruik ik hem ook zoveel. Even kijken, zo. Oh, dit zijn wel hele makkelijke wegen, want die kan ik dan alle tijden overal op aansluiten. Daar ben ik tenminste al, dacht ik dan. Blijkt het uiteindelijk weer eens niet zo te zijn. Altijd zo leuk. Ofwel, wel, het gaat helemaal goed komen. Ik dacht al even. Maar ja, we gingen hier zo een stad maken. Tenminste, dat was de planning. Zo, oké. Dan hebben we natuurlijk nodig een treinstation. Even kijken, waar is dat treinstation wat ik wil? Even kijken.
kan ik hem überhaupt wel? 60.000 kost die. Nou, dan, misschien hebben we nog wel een andere optie. 60.000 is me nou net iets te veel. Dus we gaan eens even zoeken naar een nieuwe oplossing. Wel, het is helemaal niet te veel. Eens even kijken. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Pay no. Nou, dat gaan we zo niet redden. We moeten echt meer inkomsten gaan krijgen. Zonder die inkomsten gaat het echt helemaal niks worden. Sowieso loopt dit echt wel goed. Hier komen meer dan genoeg vrachtwagens langs. Ik wil hier misschien dat daar nog ooit een keer eentje bij gaan zetten. Maar dan moet ik even kijken. Ik moet sowieso meer inkomsten krijgen. Want zonder inkomsten ja, ga ik het gewoon niet redden. En dan ga ik hier zo meteen een dubbele spoor aanleggen. Dat betekent dat hier daar wel iets weg zou moeten. Maar daar krijgen we natuurlijk wel iets beters voor terug. Die gaat daarvoor weg. Jullie krijgen het terug, jongens. Maak jullie geen zorgen. Ik ga het allemaal fixen. Even kijken. Dan, dit is links. Even kijken. Dit is deze kant dan. Oké, dit is links. Mooi. En dan bouwen we zo meteen natuurlijk hier ook het rechte spoor. Maar daar hebben we nog even werk voor nodig. Ik moet zeggen dat hij er wel leuk uitziet, het station. Een mooi stationnetje is het, dat zeker weten. Even kijken. En dan wil ik eigenlijk die andere er gewoon aanbouwen. Ik weet niet of dat gaat lukken. We gaan daar gewoon even kijken. Dat betekent dat we nog wel een klein stukje weg moeten gaan aanleggen. Maar ik heb er wel echt alle vertrouwen in. Even kijken. Dan pak ik heel even het station er alvast bij. Hij is... Hoe breed? Dit is hij breed. 4 blokjes. Dus dan moet ik even gaan kijken. Ik moet 4 blokjes overhouden. Ja, dan moet hij toch echt vanuit hier zo, denk ik. Ja, dit gaat redelijk passen. Zo, oké. En klaar. Zo, hè, dat is weer een hele opluchting. Gaan we die betalen? Nee, laat me lekker zitten. Ik heb toch eerst even geld nodig. En dan gaat het even duren of we dat geld te krijgen, ben ik bang voor. Dan hebben we daar wel sowieso dat aangelegd. Daar ben ik alvast heel erg blij om. En zometeen komt natuurlijk ook nog ooit een keer veerpont. Maar dit is al wat ik zeg, daar moeten we heel veel meer mensen voor hebben. En wat ik even weg wil halen, dat is dit. Zo. Ik vind het namelijk een te groot risico de hele tijd met die weg. Want het, ja, kijk, ik haal het nu weg en jullie zien het ook, die golf is mega. En ja, dan ga je gewoon risico's lopen. En risico's, die zijn niet chill. En dat is wel eigenlijk de grootste reden waarom ik zoiets heb van... gokken we het er maar niet op. En dan zet ik gewoon flink windmolens neer. Hoewel die windmolens, die moeten dadelijk hier ook weer weg. Dus we gaan nog wel een flink probleem krijgen aan deze stad. De problemen gaan we er vast en zeker oplossen, hoop ik. We gaan er vanzelf daarachter komen. Dit is hier lekker druk. En ik zie dat ik genoeg geld heb. Dat is mooi. Dan moet ik nu deze hebben, toch? En nu zien we dat die gewoon ook echt maar net niet past. Helaas. Wat gaan we eraan doen? Heel simpel. We gaan de weg een heel klein beetje verleggen. Dat doen we als volgt. Gewoon dit gaat gewoon even weg. Ik weet nu natuurlijk niet of ik mij ook een weg kan aanleggen. Zonder dat ik eerst die hoef te bouwen. Of een station bedoel ik. Ja, weet je, ik bouwde hier gewoon zo eentje neer.
Ik heb geen andere optie. Ik moet iets. En ze liggen redelijk gelijk, moet ik toegeven. Het is niet dat ze super mooi liggen, maar ja. Je kunt niet alles hebben. Ik ben al lang blij dat we nu 2 stations hebben. Oké, wat gaan we als volgt doen? Hier gaan we hier een winkelcentrum van maken. Dat was de planning. Dus we gaan hier allemaal kleine winkeltjes neerzetten. Of kleine, misschien komen er ook wel grote, wie weet. Vandaar heb ik ook een heel groot gebied eigenlijk hier neergelegd. Ik zie ook al dat er nu al heel veel mensen naartoe komen. Daar ben ik heel blij om. En misschien komen hier daar ook al heel veel passagiers naartoe. Puur in verband met, ja, al wat ik zeg, het station, in verband met de stad. Heb ik het al aardig vol te raken, moet ik eerlijk toegeven. En wat ik nu wil gaan doen, is als volgt. We gaan een treinspoor aanleggen, of een treinspoor, een lijn aanleggen. Nou, hij begint eigenlijk hier. Oké, hij begint hier. En dan gaat hij daar naartoe. Vervolgens gaat hij hier naartoe. Gaat hij daar naartoe. Gaat hij terug daar naartoe. En vervolgens eindigt hij hier. Gaat hij daar naartoe. Maakt hij een rondje. En dan gaat hij zo compleet terug naar deze kant. Tadaan! Als het goed is, is die trein nu klaar. We gaan even checken. Even kijken. Hebben we nu 2 lijnen? Ja. Dan ga ik lijn 1 ga ik sluiten. En lijn 3 gaat open. En als het goed is, gaat het helemaal goed komen met die lijn. Ik weet het natuurlijk nooit zeker. Het is een gok. Deze kent 6 stops. Dus iets is er ergens fout gegaan. We gaan heel even opnieuw het spoor aanleggen. We beginnen hier. Even kijken, van daar naar daar. Dan gaan we daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Gaan we terug, hier naartoe, hier naartoe. Daar naartoe. En we stoppen hier. Als het goed is, moet nu de lijn kloppen. Als het goed is. Daar leggen we even de nadruk op. Zoals ik zie, zijn de treinen nu aan het rijden. En ben ik heel benieuwd hoe het op dit traject gaat lopen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. En ik ga dus ook heel even kijken. Ik zie op dit moment al dat er 3 passagiers in zitten. We hebben 2 treinen en we hebben 8 stops. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Ik heb er alle vertrouwen in. En dat gaat dus ook waarschijnlijk betekenen dat het hier lekker druk gaat worden. Ik ben nog natuurlijk hier aan het wachten op dat er nieuwe gebouwen komen. Maar wat we in de tussentijd gaan doen, is hier gewoon even een nieuwe stadsgedeelte aanleggen. En hebben we deze stad aangelegd, dan ben ik ook weer helemaal happy. Dus even kijken, we leggen dan natuurlijk wel even kijken een waterleiding aan. Heel belangrijk. Ik zie trouwens nu ook dat de inkomsten flink omhoog zijn gegaan. Waarom in één keer? Daar durf ik niks over te zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, ik vind het helemaal mooi. Zo. Even kijken. En dan doen we dit klein stukje en die sluiten we daarop aan ofzo. Tadaan! En klaar! Nou, dan hebben we hier deze hele mooie weg. En wat we hier gaan doen is... Ik wou zeggen, gewoon bouwen. Nou, dit was een soort buitenring. En een buitenring met wel hele... speciale ringen of zo. Ik weet nog niet precies wat ik wil gaan doen. Ik weet wel dat die heel leuk gaat worden. En dan pakken we deze er even bij. Anders gaan we heel veel rechte stukken krijgen.
En het was inderdaad mijn bedoeling om het, ja, hoe we het nu een beetje hebben, ook te gaan creëren. En het lukt aardig goed, moet ik toegeven. Even kijken. Zo. Zo. Nou, hier komt een compleet nieuwe stad. Dat is één ding wat ik nu al weet. We gaan nog één keer kijken. Hey, ja, hier ligt overal een waterleiding. Dat is goed. En dan gaan we zeggen, laten we hier maar eens even volop een stad ervan gaan maken. Doen we even zo. Hup, sakare, lekker snel. En de stad die gaat vanzelf worden gebouwd nu. Dan gaan we natuurlijk wel een paar leuke dingetjes neerzetten. Zoals gewoonlijk bij mijn algemene steden. Een leuk zwembad. Daar zijn ze altijd wel blij mee. We bouwen een tennisbaan. We bouwen een schaatsbaan. We bouwen een voetbalveldje. Ook altijd leuk. Dat voetbalveld, dat moet ik even kijken wat ik dat kan neerzetten. Want het is best wel groot. Daar kom ik nu achter. Dan bouwen we nog een paar parkjes. Even kijken, daar een parkje. Daar een parkje. Daar een parkje. Hier een parkje. En zo een parkje. Even kijken. Het ziet er allemaal wel positief uit. Nou, hier ziet het nog niet helemaal rooskleurig uit. Kijk, nu zijn ze in één keer allemaal blauw. Dat is dus wel weer positief. En dan gaan we eens even kijken hoe het hier is. Ook met de brandweer en noem het maar op. Ik ga hier denk voor de safety nog één keer alles neerzetten. En dan moet het zometeen hier gaan volstromen. Tenminste, daar hoop ik wel op. Oh, hier staat trouwens wel een hele mooie, vette, grote kerk. Moet ik toegeven. Nou, het is gewoon even wachten op de mensen. Op het moment dat de mensen erin zitten, ja, dan komt het helemaal goed. Ik moet toegeven dat het hier op het treinspoor nu lekker rustig is. Maar wel goed. De inkomsten zijn ook in één keer een stuk omhoog gegaan. Die staan nu al op 14.000. Dus dat is best wel hoog. De inwoners, dat gaat ietsjes langzamer. Plus 61 op dit moment. Maar ik moet toegeven dat er hier nu al heel veel wordt gebouwd. En dat we zo meteen waarschijnlijk omhoog gaan. Of omlaag. Kan alle kanten op gaan op dit moment. Eens even kijken. Waar hebben ze nog last van? Ze hebben last van, van de riolering. Hoe kan dat komen? Dat gaan we nu even meteen kijken. Controleren. En dat komt waarschijnlijk door dat. Oeh, dat is een hele goeie. Ja, ze liggen wel netjes op de waterleiding aangesloten. Nou, wat ik gewoon doe is, sluit ik ze even daarop aan. Heel misschien gaat dat helpen. Ik zou het niet zeker weten. Want ze waren wel al aangesloten. Maar wat ik natuurlijk voor de zekerheid even ga doen is hier een extra filter plaatsen. Nou, die filter die heb ik nu geplaatst. Moet ik alleen even aansluiten natuurlijk. Dat lijkt me wel heel handig. Nou, die staat aangesloten. En dan gaan we eens even kijken wat er hier gebeurt. Wordt het al... Ja, kijk. Zo zie ik het graag. En dan hebben we de meeste dingen alweer gedaan voor vandaag. We hebben een flinke uitbreiding gedaan in de stad. Waardoor we weer meer inwoners gaan krijgen. Daarnaast krijgen we veel meer inkomsten op dit moment. En natuurlijk, we hebben even het terreinprobleem opgelost. Dat loopt nu echt gewoon helemaal vlekkeloos. En we hebben hier een hele leuke stad gebouwd. Die ook nog eens flink groot is geworden. Ook en hij staat al helemaal vol. Daardoor ben ik er zelfs aan het twijfelen om gewoon een upgrade te doen van daar. Naar hier. En dan naar daar. Want dat betekent dat we weer extra gebouwen kunnen plaatsen. En eigenlijk wil ik dat heel lelijk gezegd even ook hier gewoon doen. En dat puur in verband met... Ja, eigenlijk de inwoners. De winkeltjes bedoel ik. Want dit zijn geen inwoners. Dit zijn de winkeltjes. Eens even kijken. Er komen waarschijnlijk daardoor wel weer meer inwoners bij. En natuurlijk ook heel veel geld dat er op te winnen valt. Gaan we deze binnenring even verwijderen. En dan maken we allemaal winkeltjes van. Zo. En dan ben ik benieuwd of dit ook zo snel vol gaat lopen. Wat ik ook even wil checken is hoe het hier is met al deze dingen.
Hier is het bijvoorbeeld totaal slecht. Nou, dat betekent dat we hier gewoon... Hup, zo, zetten we zoiets neer. Kijk, zij is meteen een stuk vrolijker. En natuurlijk, we houden van vrolijke mensen. En dat kunnen we dus hier eigenlijk ook nog wel doen. Nou, daar was een redelijk plekje vrij. En ja, verder gaat het wel goed op het industrieterrein. Tenminste, daar lijkt het wel op. Wat misschien nog wel één keer kan doen hier op het industrieterrein... is nog een extra weg aan te leggen voor de treinen. Maar dan weet ik nog niet zeker of ik dat wel of niet ga doen. Holy crap, dat ding rijdt achteruit. Ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben, maar... die trein rijdt achteruit. Die is niet goed wijs. Ja, hij rijdt echt gewoon achteruit. Hier? Gaat hij helemaal naartoe, joh? I don't know. Maar als jij het leuk vindt om achteruit te rijden, moet je het vooral niet, of niet laten. Ik wou zeggen, vooral niet doen. Nee, vooral niet laten. We hebben echt wel heel veel mensen die ook al zijn gestorven. Dat is wel vervelend. Maar wat ik ook niet snap is, waarom is dit gebiedje eigenlijk hier groen? Dit moet wel groen worden. Oh, nee. Dit moet groen worden. Ik maak deze groen hier even ervan. En deze maak ervan. Zo. Nou, als het goed is komen hier dan weer hoge gebouwen te staan. En dat is ook wel mooi meegenomen. Zo, en klaar. Ik moet trouwens toegeven dat het wel sneller ging dan wat ik had verwacht. Maar het was alleen maar positief, denk ik. Eens even kijken, hebben we nog hier dingen die we moeten doen? Volgens mij niet, maar het kan aan mij liggen. Wat ik natuurlijk nog wel even kan doen, ben ik nu aan het denken. Dat is hier zo meteen even verder gaan bouwen. En dat doen we natuurlijk weer met die nieuwe weg. En ik zie dat hier een heel groot gedeelte nog gewoon niks te beleven valt. En dat is natuurlijk een mooie kans om weer nieuwe steden te bouwen, nieuwe inwoners te krijgen. Tadaa! En dan gaan we hier een nieuwe constructie toevoegen. Zo. Allemaal van die hele leuke figuurtjes wat ik erin ga maken. Klinkt misschien wel heel raar, een stad met allemaal figuren. Maar het is wel op zich wel nice. Het is leuker dan dat je zo'n standaard stad gaat maken. En zo zien jullie dat ik hier allemaal van die hele leuke wegen aan het bouwen ben. Nee, eens even kijken. Kan ik hier nog iets bouwen? Yep. En ik ga het gewoon heel, ja, al wat ik zeg, eigenlijk allemaal helemaal anders in elkaar zetten. Geen één straatje lijkt op elkaar. Ja, er zitten allemaal bochten in. Dat is het enige wat op elkaar gaat lijken. Ik hoop wel dat het niet al te drukkie gaat worden, want dat zou vervelend zijn. Natuurlijk hoop ik wel dat er heel veel inwoners gaan komen, dat wel. Even kijken, kan ik dat ding hier nog ergens op aangesluiten? Het zou namelijk al heel makkelijk en handig gaan zijn. Yep, en we hebben hem aangesloten. Mooi. Tadaa! De nieuwe stad die ligt er ook al klaar voor. En dan gaan we natuurlijk hier overal even nieuwe leidingen leggen. Hupsakade. 1, 2. Oh. Nog niet helemaal door het midden heen.
Nee, even kijken. Zoiets. En de laatste. Die komt hier zo te liggen. Nou, wat we hier gaan doen. Hier komen weer allemaal huizen. En dat gaat dus heel makkelijk doen. Hup, even kijken. Nee. Nee, ik wou gewoon 1,5 huizen. Dat betekent dat we gewoon dit gaan... Oh wel, ik wou zeggen. Dat werkte wel zo. Zo, klaar. Nou, misschien moeten er dan nog wel wat leuke dingetjes in. Maar dat is natuurlijk voor de volgende keer. Gaan we eens even kijken wat we met deze stad precies gaan doen. Voor de rest gaat het wel goed. We hebben op dit moment heel wat inwoners die erbij komen. 128 op dit moment. En op dit moment zijn de inkomsten ook goed. 16.000 plus. Dus daar hoef ik me allemaal geen zorgen om te maken. Voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan wil ik echt tot de volgende keer.